Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Als je de vorige vlogs hebt gekeken, dan weet je dat ik even in een beetje een zware periode zit wel. Ik ben echt op. Ik vind het moeilijk om dit soort woorden te gebruiken gezien de situatie met mijn oma, maar ik ben echt op. De situaties breken me echt. Wat betreft mijn oma houdt ze het niet vol tot vrijdag. Wil ze het liefst vandaag al gaan, maar de huisarts werkt niet vandaag, dus... Dat is allemaal heel onduidelijk. En wat betreft de zaak kan ik dus niet alles zeggen. De vlog waarin ik zeg dat ik stop komt ook, wou ik overmorgen online zetten, maar het gaat gewoon niet. Dus ik merk gewoon, ik droom veel alleen maar over oma en deze dingen. Om dingen te verwerken, maar ik ben gewoon kapot. Geestelijk maakt je gewoon heel moe, dus ik kan er niks aan doen. Ik ben echt niks waard. Heel erg jammer. Alles met goede bedoelingen, weet je wel. Ja. Hi, oh, ik kan mijn auto opladen volgens mij. Maar goed, dan heeft ze de maand februari in ieder geval gehaald. Ja, waarschijnlijk krijgt ze woensdag de euthanasie. Het is nu 16:30. Toen ik net vlogde was het 22:30. Sindsdien ben ik alleen maar bezig geweest met mijn uitreden nog van 35. Heel veel werk. De APK heeft me gebeld. Ik kan waarschijnlijk de auto ophalen. Ik moet echt even mijn energie ergens vandaan halen. Kan ik hem ook morgen eventueel ophalen? Tuurlijk. Oké, ik denk dat het morgen wordt. Ja? En tot hoe laat kan het vandaag? Oké, dankjewel. Ja, dankjewel. Doei. Ik merk gewoon, ik heb hoofdpijn. Ik ben moe. Ik krijg eigenlijk niks voor elkaar. Vanavond gaan we sporten. Maar ik weet gewoon als ik daar zit. Ik heb gewoon letterlijk geen kracht in mijn lichaam. Ik overdrijf niet. Geestelijke dingen kunnen je zo moe maken. En ik ben nu gewoon kapot. Zo even mijn auto kunnen ophalen en dan weer erheen kunnen rennen. Dat soort dingen lukken dan wel, weet je wel. Maar echt kracht heb ik gewoon niet. In ieder geval gisteravond was ik lekker bezig eventjes. Nou ja, lekker. Misschien 20 minuten was ik alweer moe. Dus daarom ziet het er nu hier zo uit. Ik was mijn hele kledingkast hier aan het leegtrekken. Want ik wil het anders indelen. Dus ik heb wat manden van mijn kantoor leeggemaakt. Want ik had dus een goed idee, vond ik zelf. En dat is... Ja, kijk. Ik heb het gisteren al gedaan. Heb ik dus hier zo'n dode hoek waar je niet zo goed bij kan. Dus ik dacht, als ik het in een mand doe, dit zijn dan spijkerbroeken, dan kan ik het in ieder geval zo pakken. De kleren die ik zeg maar niet zo vaak gebruik. Ik heb spijkerbroeken, sportbroeken liggen hier achter in een bak. En dat wilde ik een beetje zo verder gaan doen eigenlijk. Zou ik hier ook een lichtje in moeten hebben, je ziet helemaal niks. Maar spijkerbroeken draag ik nu gewoon sowieso niet, maar ik ga ze niet wegdoen. Want ooit wil ik ze wel weer gebruiken. Doe ik die helemaal daar. Dan heb ik hier een bak met joggingbroeken, past dat hier? Ja, en dan een bak met t-shirts, die draag ik ook echt nooit. Maar ooit komt het wel weer van pas. Die zet ik dan hier en dan is hier nog ruimte voor iets... Ja, het is niet ideaal met zo'n mand. Alleen, ik zeg, ik pak het niet vaak. Dus als ik het dan pak, kan ik het er in één keer uithalen. Dan wilde ik mijn truien hier naartoe verplaatsen, denk ik. Ja, hier liggen er allemaal truien en die gebruik ik wel vaak. Maar ik dacht dat het misschien handig was om bijvoorbeeld sportbroeken die ik wel gebruik ook een beetje hier naartoe te verplaatsen, weet je. Nou, ik moet nog een bak maken met feestkleding, een bak met rokjes, een bak met pyjama-achtige dingen wilde ik doen. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon... dit hiervoor gaan uitruimen. Dus nou, daar ben ik even mee bezig. Oké, ik doe denk ik geen feestkleding. Ik heb hier dan gewoon een bak met allemaal lange rokken, korte rokken en zomerbroekjes. Het is dan wel twee lagen, maar ik zeg, ik heb het nu niet nodig. Ik denk, en als het dan misschien zo zomer is, dan pak je je favoriete dingen eruit of zo. Maar ik moet dan niet de flarebroeken bij de spijkerbroeken. Volgens mij heb ik dat nu wel gedaan. Ja, omdat ik te weinig bakken had. Oké, dan maak ik hier een bak met spijkerbroeken. Want daar heb ik er minder van. En hier met flared. En ik rol het gewoon een beetje zo op. Op dit moment draag ik denk ik nog geen 10% van mijn kledingkast. Maar het is echt verschrikkelijk. Ik zit nu gewoon niet lekker in mijn vel. Nou, het is niet heel erg. Maar ik bedoel, qua lichaam vind ik gewoon eventjes dat niks staat. Oh ja, dit zijn dan de spijkerbroeken. Moet ik dan niet... Nee, oké, lange spijkerbroeken. Ja, oké. Dus je kan natuurlijk ook zeggen, oké, ik doe de lange zomerbroeken ook daarbij. Maar dat doe ik niet. Nog spijkerbroek. Dat is op zich wel vol. Dan doen we hier flared. Kijk, hier zitten allemaal flared. Dat is eigenlijk het enige wat ik draag. Maar ook dit draag ik allemaal niet. Oh, dit is dus een zomerse broek. Dus die moet eigenlijk bij de zomerbroeken. Kijk, flarebroeken kan je ook in de zomer dragen. Maar ook in de winter. Dus die zomerbroeken bak wordt dus zeg maar echt alleen maar zomer. Alright, hier ligt dan een mand met flared. Daarachter ligt dan nog spijkerbroeken en die rokken... dingen bak. En dan heb ik hier een los stapeltje met t-shirts. Nou, prima. Nog een mand. En dan kan ik deze mand vullen, zeg maar, met chill kleding. Maar daar wil ik wel vaak bij komen. Want nu is het zo'n chaos in mijn kast qua chill kleding. En die kan ik denk ik ook wel gewoon slordiger inleggen. Want die gebruik ik heel veel, of niet? Of is dat niet zo? Oh, nu heb ik nog een broekje gevonden. Oh. Blijkbaar hadden we ook nog lichten. Dus die moeten nog worden geïnstalleerd. Chill.
Dan blijft er altijd zo'n laatste berg met troep over waarvan je niet zo goed weet wat je ermee moet. Ja, die laat ik nog even liggen voor nu. Het is echt wel netjes. En er is nog best wel veel plek ook, dus toppie. Als er iets is wat ik heb geleerd in het leven is dat al ben je nog zo moe, ga wel gewoon koken. Dat doe ik niet altijd, maar vanavond wel. Pasta bolognese. Het is water met olijfolie en zout. En heb ik extra mager runder gehad. Vind ik lekker. Met een uitje. Zoet uitje is. En dan hier nog een croquet. Dat zijn zo'n veel met tomaten die op moesten met ui. Die collaten nog lekker veel knoflook in. En vandaag is het gewoon een kant-en-klare saus. Die hebben we nog staan. Dus die moet ik ook gaan gebruiken. Het lekker is zelf maken. Maar zelf maken doe ik eigenlijk altijd alleen maar als ik heel veel tomaten heb die op moeten. Dus dat heb ik laatst trouwens gedaan in de vlog. Toen met die... Ja, de pasta die ik toen ging koken in één pan. Dat was zelfgemaakt saus. En dat ik ook wat van die feta door doe. Lijkt me echt wel lekker. Geen idee. Pasta. Beetje balsamico. En lekker wat kalamata olijfjes die ik voor de Griekse salade heb gekocht. En ook een klein beetje van dat sop. Wel even de pitten eruit halen natuurlijk. Geen zin om maar meer te doen. Maar het is lekker. Gewoon net een beetje voor dat aparte smaakje. Deze spaghetti is echt mijn lievelings. Dit is dan die vrij dikkere. Maar je hebt ook dunne. Die zijn ook lekker. Maar in ieder geval dit merk. Echt love it. Ik doe eigenlijk altijd overal een beetje chili doorheen ook. Zout en peper. En vergeet niet om kookvocht aan je saus toe te voegen. Want dat zorgt ervoor dat het beter bindt. Bon appétit. Oké, jongens. De tijd is daar. Het is rond. Ik ga nu naar de zaak. Nou, ik ga eerst even naar mijn auto lopen om de auto op te halen. Die is voor 310 euro door de APK. Valt nog best mee. Dat is in principe weer goed, denk ik. Maar we zijn het eens, zeg maar, over de laatste punten en de afhandeling. Dus ik ga zo naar de zaak toe. Daar liggen dan de contracten met Melder handtekening erop. En dan ga ik hem ook tekenen en mijn laatste spullen inleveren. De sleutels lever ik natuurlijk in. Ik had hier nog een paar kaartjes van de opening van familie van Mel. En dan heb ik de zakelijke pas. Die ga ik doorknippen. Ga ik nu doen. Dat is wel handig. Het staat natuurlijk wel mijn naam op. Ja, there we go. Ik wil hem bewaren als herinnering. Want het is wel een soort van mooie, leuk om wat dingen als herinnering te hebben. Ik vind het zo naar om een pas door te knippen, maar oké. De pas. Ik heb natuurlijk ook nog een macro pas. Die staat ook op mijn naam, dus die zal ik ook doorknippen. En dan ga ik mijn schort inleveren. Verder hadden we op het moment geen bedrijfskleding. We deden eigenlijk gewoon een zwart shirt erbij. Dus hij zit onder de poesieharen. Hij komt wel uit de was, maar oké. Mijn schort en de andere schorten liggen gewoon in de zaak. En dan mijn sleutels, contract tekenen. Dat was het. Ik zal natuurlijk nog even mijn vlogcamera ook meenemen. Nou jongens, ik heb mijn auto. En het handremlampje knippert, terwijl het niet op het handrem staat. Ik ben heel erg zenuwachtig, merk ik. Ik heb helemaal buikpijn. Ik vind het toch best wel spannend, de laatste keer naar de zaak. Het voelt ook een beetje raar om daar nu naar binnen te gaan, want ik ben er 2 weken niet geweest. En zaakteken is het ook niet meer van mij natuurlijk. Ik voel het heel raar. Ik had al tegen mij gezegd dat ik wel echt afscheid wil kunnen nemen eventjes, weet je wel. Ik bedoel, wat houdt het in, maar wat je natuurlijk ook doet bij je huis of zo. Dus gewoon even, ook bij mijn oude huis ook gedaan trouwens. Gewoon eventjes afscheid nemen. Nou, alles staat klaar. Oh, ik zie alleen dat mijn theeglazen er niet staan. Die komen dan nog wel. Ik ga het eerst even in de auto zetten. Alles is super smerig. Maak het nog even schoon. Ja, dit ga ik eerst even schoonmaken. Dit zit helemaal vol met smerigheid. Het is natuurlijk alweer 2 weken geleden dat ik hier voor het laatst was. Dus alright, KVK-papieren. Dan moet ik natuurlijk mijn spullen inleveren. Schort. Kaartjes. Pasjes. En mijn sleutels er nog afhalen. Hé, hey, ze hebben nu pikaballen van Fabi. Leuk. Dat wilden we al gaan doen. De KVK, ik weet niet wat ik hiermee moet doen eigenlijk. Moet ik even alles gaan checken natuurlijk. Je moet het contract altijd nalezen. Al heb ik hem zelf geschreven. In ieder geval fijn dat ik gewoon even zelf in mijn eentje rustig afscheid kan nemen. Dat vind ik echt prettig. Sleutels eraf. Ik wil zitten aan de overkant nu voor een overleg van Koningsdag. En ik heb eigenlijk, dacht ik van, waarom ga ik niet even binnenstappen en zeggen, nou, afscheid, vaarwel. Ik heb natuurlijk niemand afscheid genomen. En dat vind ik altijd wel een beetje gek of zo. Maar aan de andere kant, niemand heeft mij in deze 2 weken een berichtje gestuurd van hé, wat is er aan de hand? Hoe gaat het? Of wat dan ook. Maar ik wil altijd daar zo van boven staan en dan gewoon... Volgens mij is het van de brievenbus, maar ik weet het niet. Nou ja, erboven staan en dan gewoon wel nog even zeggen. Joe.
Doei. Alright, nou, bye jongens. Ik ga dit even lezen, tekenen en dan gaan we er vandoor. Oké, okay, alles ligt in de auto en is het nu tijd voor afscheid. Nou jongens, dit was het dan, de zaak. Vaarwel. Vaarwel theepotten die ik met liefde heb gelabeld. Vaarwel bakken die Alex voor ons heeft gemaakt. Vaarwel. Ligt er nog iets hier wat van mij is? Vast niet. Nou ja, uiteindelijk vind ik afscheid nemen nooit zo boeiend. Hey, een plankenboek. Met plankies. Natuurlijk een heel boek voor gemaakt hoe ze dat moeten maken. Nou, vaarwel behang die ik van Esther heb gekregen. Vaarwel vloer die ik met heel veel korting van RH pakket heb gekregen. Kijk, ze hebben nu spelletjeskast. Mooie planten. Verder is niet veel veranderd. Nou, ja, ik vind het eerder gek om hier te zijn dan moeilijk, merk ik. Het is wel een beetje klaar of zo. Tikkeltje akkoord. De ondernemers, zeg maar, waar we niet zo hecht mee zijn, die wisten het niet. Dus ik dacht van doei. Ik zei zo, hi. Maar ze wisten het dus helemaal niet. Maar nu wel. Oké, nou. Iedereen denkt dat ik het heel moeilijk vind. Dat valt op zich wel mee, want ik heb er natuurlijk gewoon zelf voor gekozen. Dus ja, het voelt echt letterlijk alsof ik mijn huis heb opgezegd, zeg maar, en wegga bij mijn relatie. Super vaag. En afscheid neem van de buren of zo. Echt heel vaag. Heel gek. Nou, en dan morgen afscheid nemen van mijn oma. Oh, ik moet nog even uitloggen van alle zakelijke accounts trouwens. Ik ga naar de sportschool. Ik moet eerst eigenlijk even het Instagram bericht plaatsen en dan uitloggen van alle zakelijke accounts. Oké, ik heb iedereen succes gewenst in de toekomst. En ja. Het is alweer 1:00 PM. Ik zit maar een beetje te klooien in mijn auto en een beetje naar de supermarkt te gaan. Mijn telefoon. Ik ben een beetje aan het instorten. Wel lekker. Ik had dus ineens zin om een soort van poetsbeurt te gaan doen voor mijn auto. Want ik ga dit nooit schoonmaken. En ik twijfel of ik extra vies moet aanklikken. Maar volgens mij zijn er mensen die echt nog veel goordere auto's hebben. Het kost €90. Dan komen ze voor je huis een uur lang je auto aan de binnenkant doen. Ik denk dat ik het gewoon ga doen. Volgens mij heb je ook wel goedkoper, maar dan moet je erheen. En trouwens, ik zag er ook eentje. Daar was het €90. En daar kreeg je ook de buitenkant erbij. Dus dit is eigenlijk wel een hele dure. Dat ben ik aan het doen. Random. Oké, okay, ik ben echt heel lekker bezig. Nou ja, eigenlijk, dit vind ik leuk om te doen. De zooi is er nog steeds. Maar ik ben dus mijn webshopkast aan het veranderen naar een leuke kast. Wat echt past bij een chillruimte. Dat je lekker spelletjes kan pakken en boeken. En eronder doe ik dan nog wat webshop dingen. Maar we zijn nu klaar. Maar ik ga nu even naar boven en gaan een spelletje spelen. En het ziet er hier nog steeds zo uit. Hallo. Ik heb de hele tijd in mijn hoofd, want vandaag is de dag dat oma naar opa gaan mag. Het gaat niet uit mijn hoofd. Ik vond het wel mooi of zo. Schoenen aan. Niks staat me, jongens. Ik ben zo aangekomen. Al een tijdje, maar ik word er helemaal gek van, hè. Maar zolang ik stress heb, kan ik gewoon niet afvallen. En ik ga ook niet zwaar diëten. Daar ben ik gewoon echt op tegen dat het weer zo in je hoofd gaat zitten. Daar heb ik helemaal geen zin in, maar op deze manier is gewoon aankleden gewoon niet leuk. En daar wordt er echt gek van. Want alles wat je aantrekt staat niet. Dan heb ik weer gewoon vieze oude broek aan. Ik haat het. Het past er maar gewoon niet bij hoe ik me voel. Ik hou echt van kleding en er leuk uitzien en zo, weet je wel. Maar ja, ik heb het idee dat als dit achter de rug is allemaal. Het oma en de zaak. Weet je, er komen nu natuurlijk nog allemaal comments. Dus het is nog niet echt klaar. Dus denk ik pas over een tijdje echt even klaar. Ik weet gewoon dat ik echt aankom van stress. Het is gewoon zo bij mij. Dus laten we hopen dat het daarna weer goed komt. Gisteren ben ik heel ver gekomen met het kantoor. Kijk, hij ging ondertussen de deur helemaal ding schuren. Zodat die deur erin kan vandaag of morgen. Ik heb ook echt ruimte kunnen creëren. Die kar moet ik nog verkopen. Hier heb ik al ruimte kunnen creëren. Dus ik ben er echt nog niet hoor. Maar het is een heel groot verschil al. That's very nice. Het kratje bier is nog steeds van het feestje. Kijk, die zool. Ah, ja, die zool is eruit of zo. Daarom zit het voor geen meter. Oh, bah. Zal ik ze alsnog aandoen of niet? Ik vind het gewoon, zeg maar, als je dan een beetje een lelijke outfit hebt, dan kunnen je schoenen het toch een beetje oké maken. En dit is al helemaal geen outfit. Ik ga gewoon voor iets minder comfort. Niet dat het iemand ook maar iets boeit hoe ik eruit zie, maar voel ik me iets minder zonzig. Oh, maar dat zit zo naar. Oké, nou, whatever. Ik moet eerst nog even mijn auto leeghalen, want die spiegel en alles zit er nog in. En een uur rijden, daarmee vind ik niet zo handig. Nou, dit is de look, oude broek. Mooi, hè? Het op de podium heb trouwens hebben over fetisje en fantasie. Wow, de batterij gaat hard.
Nou, ik ben wel spannend om naar binnen te gaan, omdat ik niet zo goed weet hoe heftig het gaat worden. Zeg maar sowieso als ik binnenkom, hoe heftig het wordt om oma te zien. Wat ik van mama hoorde, was het wel moeilijk. En het begint echt super slecht weer te worden. Helemaal grijs. Helemaal regenen. Terwijl het de afgelopen dagen prima weer was. Dus ik ook alweer een soort van, nou niet symbolisch, maar wel toevallig. Nu heb ik dus aan deze wenkbrauw veel te veel make-up. Ik hou er niet van als mijn wenkbrauwen te erg opgemaakt zijn. Misschien nu ik meer tijd heb, ga ik toch die microblading doen. Oh, ik ben heel zenuwachtig, maar ik heb helemaal buikpijn. Ik moet helemaal naar de wc. Ik boeit ook echt geen reet hoe mijn wenkbrauwen eruit zien, maar ik ben een beetje aan het uitstellen. Ik vind het heel spannend. Echt spannend. Oeh, ik ben helemaal zenuwachtig, zeg. Oeh, dat ben ik niet heel vaak, moet ik zeggen. Ik ga naar binnen, jongens. Kijk het weer. Oh, mijn moeder en mijn vader zijn er natuurlijk ook. Dat vind ik wel fijn trouwens. Volgens mij is mijn broertje er ook. Is toch mijn familie. Vind ik wel fijn. Nou, even normaal nu, Charlotte. Adem in, adem uit. Dit is de laatste keer dat ik bij het huis van mijn oma ben. Echt bizar. Even jeuk. Jeuk. Uitslag. Auw. Gelukkig ben ik niet alleen, want Su is er ook. Het was wel moeilijk, maar we hebben niet heel veel gehaald. Toch? We leven best groot voor opa. En mijn laatste woorden waren, doe liefst aan opa. Maar het was heel lastig, want wij wilden afscheid nemen. Het al 40 minuten geleden. Maar toen ineens moest ze plassen en dat duurde super lang. Omdat ze zoveel pijn heeft, kan ze niet snel lopen. En toen moest ze ook nog een broodje paling eten. En toen kwam de dokter ook nog eens bijna een kwartier te vroeg. Dus daardoor konden we niet echt meer afscheid nemen. En toen was het zo van, jullie moeten nu gaan, weet je wel. Want de dokter is er. Maar toen zei ik, ja, ik wil wel nog even afscheid nemen. Ik heb een broodje paling. Omdat oma ook dood is gegaan met een broodje paling. Een haring, dat was opa's favoriet. Ja. This is reality. Weet je nog, toen we gingen filmen met die woorden uit Mexico? Dutch girl, no Mexican girl tries Dutch words. Oh ja, de video. Kijk. Ik was zo blij dat je zei, ja ik wil het. Want oma wordt echt blij als je ja zegt. Ja, maar ik wilde de nee. Poets niet. Oh nee. Maar je zei wel ja. En dat vind ik goed, want iedereen zegt steeds, oh nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ja? En ik zei steeds, ja leuk. En dan werd ze daar heel blij van. Ja. En nu? En nu? Niks. Ik ga naar bed. Echt moe. Maar het rare is dat we pas over... Het is nu woensdag. En pas volgende week vrijdag is de begrafenis, hè? Ja. Zo. In de kerk in Aden. Ah, weer. Ja. Hetzelfde is ook. Oké. Okay. Ik ben zo benieuwd of mama heel erg moet huilen. Daarom wil ik terug, zodat ik er nog kan zijn voor haar. Denk ik wel. Zij kunnen echt afscheid nemen terwijl oma rustig in coma gaat. Kunnen ze echt nog afscheid nemen. Daarom wilde ik er ook bij zijn eigenlijk. Oké, zet ik jou ergens waar? Moet ik jou opzetten? Nee, ik hier. Dus, ja? Ja. Wil je, hoe laat komt de bus dan? Ik ben mijn beker met thee vergeten dus. Nee. Lang? 1 uur. Nee. Ja, dag. Net gemist. Nee, nee. Oké, okay. In 2 minuten. Go! Oké, okay, oké. Okay. Daar! Doei. Moet daar, ik rijden? Daar. Oh, hier! Ja. Oh. Doei. Love okay. You. En logeren volgende week? Yes. Leuk. Vrijdag. Ja. Oké. You don't have to take stuff, because I have enough stuff okay. Things for you. Doei. Dan hoeven wij nooit hun spullen mee te nemen, want ik heb echt genoeg pyjama's en make-up afhaal en whatever. Toen moest oma dus ineens plassen en dat gaat heel langzaam vanwege de rug. Ik weet niet of ik het al heb verteld, mijn geheugen is echt een zeef. Ik zie nog geen ambulance of zo, dus ik denk dat het nog niet gebeurd is. En misschien moet ik wel gewoon naar huis gaan. Ik weet het niet. Er gebeurt hier helemaal niks. Ik vind het zo moeilijk wat ik nu moet doen. Ik wil gewoon heel graag mijn moeder nog eventjes zien hierna. En nog even voor haar zijn. Dus ik weet het gewoon even niet. Dus ik kan dan nog beter even naar een winkel lopen. Ja, weet je, ik kan nu wel wachten, maar misschien duurt het nog een uur. Dan zit je hier een uur. Oma zie ik sowieso niet meer, want die is nu dood of dood aan het gaan. Dit is zo'n rare situatie, niet normaal.
Nou ja, oma was er met haar hoofd helemaal niet meer bij natuurlijk. Want toen was de dokter en zij dacht alleen maar, ik eet mijn baling en ik mag eindelijk doodgaan. Dus, nou, afscheid was niet perfect, maar alles daarvoor was wel goed. En dat was het dan. Ik heb ook mijn theebeker laten staan, maar ik kan gewoon niet teruglopen. En ik kan ook niet terug gaan lopen om te kijken, is het al gebeurd? Want straks is ze nog levend en als Rik ze anders ziet ze mij, dat wilde ze niet. Wat moet ik nou doen, jongens? Ik ga wel even heel bellen. Om 15:31 is Madeleine ingeslapen. Zeg papa. Lieve iedereen, om 15:31 is onze Madeleine vredig ingeslapen. Tot het laatste moment was zij Madeleine ten voeten uit. Dapper, lief en warm. Gecondoleerd allemaal. Mama kwam de auto in gelopen. Nee. Oh, schattig. Mama zit hier al 2 minuten. Nee. Ik kom net weer. Oh, maar ben je koud. Ja. Nou, zo koud. Suzanne en ik hebben een haring gegeten en ik heb een broodje paling gegeten. Oh, lekker. Ben je visboer? Ja. Omdat oma ook een broodje paling was. Laatste, had je ook een bruin broodje erbij? Nee, wit broodje. Oké, nou, toen die dokter dus binnen was, nou, daar was je nog bij. Zit ze als een klein kind gewoon te schranzen. Die paling met het brood. En die pruimen ook. Naar binnen te werken. Ik ga die pruim opruimen. Ze zegt van, nee, die pruim ook. Kijk, ik wil die pruimen nog. Dat ik dacht, nou, denk je dat je honger krijgt in de hemel? Ja. Moet je echt voor een paar weken eten of zo? Terwijl ze normaal boeit het er allemaal niet. Nou, toen kwam, gelukkig was Gabi heel geduldig. Ja, ze is super, super aardig. En toen, nou, ik ga nu een slaapmiddel inbrengen, zei ze. En dat slaapmiddel, dat werd doorgespoten tot met daarna zout water erbij. Ja. Zodat je zeker weet dat het buisje weer... En je bloed niet stolt of zo. Ja, maar ook dat alles wat in het slangetje zit ook naar je toe komt. Dus het moet een soort van doorgedrukt worden. En toen ging ze echt zo slapen, zo. En toen ging ze echt zo snurken. Had ze net op de bank ook. Echt? Ja, toen dacht ik dat ze dood was. Ze ging snurken. Bijna. Maar echt zo vredig, gewoon snurken. Ja. Wij hadden iets van, nou... En toen zei ze nog iets en nog even in die wang en zo. Maar toen zei ze eigenlijk niks meer. En ineens komt ze omhoog en zegt ze... Wat die? Ja. 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 Oké. Okay. Love you. Ja. Precies toen jij kwam, zeiden Suzanne en ik, nu gaan we afscheid nemen. Ja, en toen zei ze, ik moet plassen. Oh, Eline kan me helpen. Dus toen ging alles in de soep. Ja, maar dat was eigenlijk ontzettend vervelend. Ja, want Suzanne en ik hadden heel lief gepland van, oké, we willen niemand tot last zijn. Dus we gaan zorgen dat we het afscheid hebben gedaan voor 3. Zodat we om 3 alleen nog maar een kus hoeven te geven. Hadden we helemaal samen afgesproken. Eigenlijk was het, die paling was leuk voor haar. Maar doordat ze die paling niet moest eten, kon het ook niet. En de dokter komt te vroeg. Dus alsof ik aan het rekken was, dat deed ik helemaal niet. Maar het hele scenario kan je dan bedenken hoe je wil. Ja, het kan. En uiteindelijk, haar mama rekt het zelf op. Ik zei ook, het lijkt wel alsof je een soort uitstelgedrag. Echt uitstelgedrag. Maar was het raar om te zien? Nou ja, toen ging ze dus zo. En toen ging ze echt zo snurken. En toen hadden we iets van, jeetje, ze gaat in een diepe slaap. En ineens, dat kusje in mijn nek. Doe dat kusje in mijn nek nog wat. Oh, dat zit niet lekker. Oh, jeetje, niks werkt bij haar. Die zit vol vergif en alle middelen in haar. En niks is sterk genoeg. Dat het nu zo hard gaat regenen. Zo. Terwijl net de zon scheen. Ja, heel apart. Want ze is dood. Boom. En nu komt de hemel naar beneden. We zagen 10 minuten van tevoren zagen we echt zo'n licht. Zo van, ik zei, opa komt je halen. Moest ze ook lachen. Ze vindt het heel fijn dat je over opa praat. Ja, maar er was gewoon zonlicht naar binnen. Wat waren jouw laatste woorden, weet je dat? Ik heb gevraagd of ze nog... Of ze nog iets wilde zeggen. En toen zei ze, oh, ik hou zo van jullie. Jullie zijn echt 2 fantastische dochters. En oh, ik hou zo van jullie. Nou, zo. En toen zei ik, vroeg ik of ze weer nog iets, een wens had. Iets nog graag wilde. Een wens. En toen zei ze weer dat jullie alleen maar Engels praten tegen alleen maar Nederlands praten tegen Suzanne. Zij is ook zo. In het bied van, ik hoop dat jullie zussen een goede band blijven houden. Nee, en dat jullie positief in het leven blijven staan. Okay. Maar weer als eerste. Typisch. Geen Engels tegen Suzanne. Alleen maar Nederlands. Nou, ik durf nooit meer een woord Engels tegen Suzanne te zeggen. Nee, ik moet er nu ook echt aan houden. Ik durf echt nooit meer een woord Engels tegen Suzanne. Wat waren jouw laatste woorden? Weet je dat? Dat ik het heel knap vind dat ze dit besluit neemt. Omdat er geen andere weg was. En dat dit de mooiste manier is voor haar om afscheid te nemen. Omdat ze toch wel afscheid moest nemen. En ja, iedereen begrijpt het. Dat ik het zo dapper vind dat ze... toch deze keuze heeft durven maken. Want als zo'n dokter dan eenmaal zo'n ding inbrengt, dan weet je, oké, ik heb het gekozen, maar ik kan niet meer terug. Nee, eng hè? Want ze komt ook niet meer terug. Nee, maar ze twijfelde geen seconde. Ze komt niet meer terug nu, hè? Raar.
Hebben ze al gecheckt, de ambulance? Yeah. Zijn nou, die dan? Nee. Die kunnen pas over... Maar straks is ze niet dood. Anderhalf uur of zo. Blijf je zo lang nog? Ja, moet wel. Ze moeten bevestigen dat ze dood is, hè? Ja. En de dokter gaat dus nu tussendoor even weg. Want die moet zo lang weg. Is er wel iemand bij voor het geval dat ze ineens bij komt? Kan niet. Alles is uit nu. Dat zeiden ze. Het kan misgaan. Nee, ze heeft... Dus na dat slaapmiddel kwam een spierverslapper. Ja. Toen kwam nog veel sterker slaapmiddel. Heftig, hè? En nog steeds was ze wakker, hè? En warm. En dat je dacht, nou... Je hebt haar niet koud gevoeld, toch? Lijkt me. Nee. Want ik voelde ze dus helemaal koud. Was het Barbara's hand. Maar zij ligt daar nu nog. Ja. Barbara zegt, ik zit mezelf aan haar op te warmen. Jij hebt ook al van die koude handen. Dat is raar. Dus als je nu terug gaat, zie je er steeds meer slappen. Ze heeft geen pijn gehad. Ze heeft tot het laatst de controle gehad over alles. Ze is zonder dat ze in de broek heeft geplast. Ja. Want echt, ze heeft nog mega, hè? Dat was echt ook een grote plas. Zo, ja. En dat vond ze allemaal heel belangrijk. Ze vroeg nog om haar servet. Op een gegeven moment, oh ja, het allerlaatste wat ze zei was... Kijk, mam, wat is er? Kan je nog even met de servet mijn mond hoeken? Ja, dat was echt het laatste. Net ook, alleen maar de deur. Toen zei ze over papa, want papa vergat steeds dat de deur open. Die is ook hardleers, hè? Hardleers, hè? Naar donderdag. Ja. Zo, het lijkt wel de hemel die oma terug probeert te duwen. Wat waait het en zo, niet normaal. Zo van, ze hoort je niet. Ze was nog helemaal goed. Ja, behalve de rug. Ik zie ook echt helemaal verwaaid uit. Ik heb mezelf echt hier bij de Starbucks, tussenstopje. Ook belangrijk dat je scherp blijft. Even tussenstop. Lekkere matcha latte dit keer met havermelk. Die tripjes. Ik zou ook niet echt meer langs deze Starbucks rijden. Vanaf Utrecht. Vorige was niet lekker. Je smaakt zo naar amandel. Dit is beter. Fijn, zie ik jullie morgen weer. Goodbye. Hallo, howdy ho, boys and girls. Ik vroeg deze week wat minder, maar dat komt denk ik omdat het een beetje een zware week is geweest. Vandaag heb ik de hele dag gechilled. Ik heb de Bachelorette gekeken. Ik heb een girl crush gekregen op Sylvia Geertsen. En ik ben kattenvoer gaan halen. Daisy. Die het haat toen een keer ontdekt, want die is goed en granenvrij. En... Kijk, ik ben dus zo'n persoon. Ik haat het. Als het kattenvoer op is. Ik haat als het wc-papier op is. Weet je wel, denk ik. Ik wil gewoon een voorraad hebben. Dus ik zorg tegenwoordig altijd voor voorraad wc-papier beneden in de kast, boven in de kast. Maar kattenvoer is steeds dat hij zegt, oh, het voer is op. Hij haalt het altijd, hoor. Zegt hij, kan je het even halen? Zeg ik, ja, hallo, super irritant, moet ik helemaal voer halen. Ik vind dat gewoon irritant. Je hebt het net nog gehaald. Maar hij wil steeds weinig halen dat het lekker vers is of zo. Maar het maakt helemaal niet zoveel uit. Dus hij had altijd 2 kilo zakken en ik heb nu 5 kilo zakken en heb ik er 2. En die man zegt dat hij 3,5 maand goed en knapperig blijft als hij open is. Dus dan maken we hem open, dan gooien we het over in de andere bak. Dat je niet steeds die zak open hoeft te doen. Weet je wel, zo'n action bak met voorvoer. En dan, we doen normaal een maand met zo'n zak van 2 kilo. Dus dat is 2 maanden met een zak van 4 kilo. Maak 2,5 maand met een zak van 5 kilo en je kan er 3,5 maand mee doen. Dus dat vond ik wel goed. En het scheelt ook nog 5 euro. Dus Poesie had dus vandaag geen eten. Dat vind ik gewoon niet chill. Weet je, je zit op de wc, zeepapier op. Oh. Je wordt wakker. Oh, poesie voer op. Ik moet het nu halen. Dat is gewoon irritant. Dus dat was mijn monoloog. Hi. Hadi eet lekker bij zijn ouders. Ik ga niet, want ik ben lekker een beetje aan het chillen. Ik kijk GTST. Ik heb mijn matcha latte, die ik over had van gisteren, opnieuw opgeschuimd in ons koffieapparaat. Vet chill. Dus nu heb ik nog een heel glas matcha. En water. Ik drink veel te weinig water. Altijd als ik denk dat ik niks te vloggen heb, vlog ik het ook maar. Want ik wil gewoon echt lekker veel content uploaden. Volgens mij vinden jullie zelfs dit soort saaie beelden leuk. Ja, ik zit GTSD te kijken. Aflevering 6710. En ik ga straks weer die heerlijke salade maken. En ik heb eigenlijk net een sportbroek aangedaan en een sport BH, zodat ik ga springtouwen. Maar ik heb het nog niet gedaan. Ik hou jullie op de hoogte of ik de motivatie heb om het te doen. Ik wil eigenlijk vandaag sporten. Ik ben pas 1 keer geweest. Het is al donderdag. En dan ga ik morgen en zondag. Dan is het alsnog 3 keer per week. Deze laatste keren ging sporten zo slecht dat mijn motivatie weg is. Echt, ik weet niet hoe dat werkt met kracht. Maar ik vraag me trouwens af hoe het kan dat mensen in de camera praten zo high. Ik praat altijd zo weg. Maar in het echte leven ook oké. Maar in ieder geval met kracht. Dan kon je gewoon 106 met je benen. En ineens kan je nog maar 89. Als je moe bent. Dus ik was een soort van bang om te gaan vandaag. Of zoiets.
Het is gewoon niet leuk als je geen kracht hebt. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet verdrietig over mijn oma. Verdrietig, maar bedoel meer, het is niet dat mijn leven nu belemmert. Ik heb nu heel veel comments over de zaak. Iemand is heel vervelend aan het leugens aan het verspreiden. Zo, dat is wel een beetje irritant, maar dat probeer ik maar eerst te negeren. Ik heb wel reactie geplaatst, want ik hou er niet van als mensen leugens verspreiden. Dat vind ik gewoon echt niet leuk. Goed, er is helemaal niks negatiefs aan het hele verhaal. Alleen als iemand gaat liegen, ja. Dan moet je dat weer gaan ontkrachten, bla bla. En dan wordt het wel negatief. Dus dat is irritant. Maar goed. Verder gaat het wel goed hoor, met mij. Ik ben gewoon lekker aan het chillen. Oké, ik moet van mezelf 400 keer springen. Kan ik dit nog? Ondertussen zijn de Hunger Games aan. Ik doe niet wat van mij. Hey. Oh, deze is mega lang, by the way. Ik kan altijd heel goed springen, waarom kan ik het niet meer? Het grappige is, ik ben nu vrij, dus ik zou echt allemaal dingen kunnen doen, zoals een marathon van... Oh, dit is het laatste deel dat ik kijk. Harry Potter of zo, maar dat voelt me zo nutteloos. Nog steeds te lang. Dan denk ik, ben ik moe, maar dan stop je en dan voel je dat je nu al moe bent, hè? 50 keer. Eerst kon ik het makkelijk 400 achter elkaar. Jeetje. Oké. Okay. Nog 350 te gaan. Ik doe even mijn camera uit, hoor. En salade is weer heerlijk. Ik had na 200 keer springen zin om eten te maken. Dus ik ga even eten, want het is al bijna 8 uur. En dan weer springen. Hoe lekker is dit? Ik moet nog even roeren, hoor. Dus alle lekkere dingen liggen bovenop. Onder zit heel veel spinazie. Oh my god, de auto was meneer 20 minuten te vroeg, dus ik kwam net uit de douche. Dus ik vind de deur wel met hem praten. Ik denk dat hij nu hier achter staat. Oh, het is echt gewoon een normale auto. Niet met een bus. Het is wel erg, hè? Dit is wel erg, ja. Hij zegt dat het best wel erg is. Maar we gaan het regelen, hoor. Hij liet me net foto's zien van een auto, dus zegt ja, dit was wel erg. Ik zeg, nou volgens mij is mijne erger. Maar ik heb erger gezien. Ja? Ja, dat wel. Nou, we gaan het regelen. Ja. Nou, dat zie ik u over anderhalf uur weer. Ik wilde eigenlijk niet laten zien hoe vies het is, maar ik ga het toch even nog laten zien. Dit is dan de before? Ja. En de after mag je ook filmen, hoor. Ja, die zal ik zeker filmen. Nou, zet hem op. Ja, toch? Ik hoor het wel. Yes. Lekker. Nou, ik zit lekker te editen. Ik heb nog even mijn glaasje water en ik heb even gekeken. Het ziet er goed uit. Ik heb pas even gekeken en hij zei ik zou die matten weggooien en zo. Een nieuw halen bij de Action, dus ik heb even wat dingen weggegooid. Hij zegt het was inderdaad, het is echt een erge. Alright, ik heb net vorige week geëdit en van deze week heb ik vast even geëdit het afscheid van de zaak en van mijn oma. Ik dacht, dan heb ik dat vast gehad. En dat is toch ook als je het opnieuw ziet, weet je wel. Lekker om dat nu vast te hebben. Nu ga ik rennen naar de sportschool, heb ik me voorgenomen. Het is maar 16 minuten lopen, dus dan moet ik dat echt wel kunnen rennen. Alleen dat betekent dat ik ook geen jas of zo aan ga doen, dus in deze koude kleren ga. Maar het is super mistig, maar ik ga het doen, ja. Waarschijnlijk als ik dan straks terugkom en vlog, dan ben ik weer helemaal blij. Ik word een beetje gedeprimeerd door alles, door mijn eigen vlogs, merk ik. Het is niet echt een leuke periode om naar te kijken, maar het hoort er wel bij. En ik ga dat ook zeker blijven filmen. Het alleen jammer is dat ik vaak dingen moet wegknippen die ik niet mag zeggen. Dan zie ik mijn pure reactie en denk ik, oh, ik wil dit er echt in laten. Maar dat kan ik vanwege andere mensen, zeg maar, niet doen. Wel zoveel mogelijk, maar gewoon niet alles. Real life, maar wel met een aantal dingen die achterwege zijn gelaten steeds. Nou, daar deal ik altijd wel mee hoor. Dat is gewoon nou helemaal zo. Je kan niet voor anderen bepalen wat je allemaal gaat zeggen. Maar goed, dit is het weer. En ik heb besloten dat ik vanavond... Dat we een film... Ik heb ook echt een puistje. Wat ik normaal niet heb. Oh ja, ik had mijn wenkbrauwen wel vast een beetje gedaan. Dat ik een filmavondje wil organiseren voor ons drieën. Dus dat als ze dan thuis komen, dat er dan een movie night borrel plank staat. Wat dan meteen avondeten is. Wat ik bedacht. Leuk, hè? Dat ik dan... Zien jullie mijn neusgaten? Dat ik dan ook een film uitkies en een matras neerleg of zo. Wil ik niet aan je wimpers, dames en heren. Want dan gaan je wimpers eraan. Zoals bij mij. Zo zonde. Soms vraag ik me af of ik niet te real ben. Ik deel echt alles wat ook maar niet... flatterend, flatteus is qua innerlijk uiterlijk. Alle zooi, gewoon alle beschamende dingen deel ik. Maar ik heb het idee dat dat juist fijn is voor kijkers.
Dat het eerlijk is. Nu lijkt echt op een klein babytje. Doei, ik ga nu rennen. Kom op, go, go, go. Half uur later, maar oké. Even weer het tasje om. Het is niet echt een fashion outfit. Maar dat boeit me letterlijk echt geen reet. Oké, mijn sportschooltasje. Huissleutel. Later. Ik heb het dus heel koud. Echt was al warm met rennen. Nou, tot later, jongens. Ik wil even deze nekwarmer op. Maar oh my god, jongens, kijk mijn outfit. Dit kan echt niet. Dit is echt gewoon de slechtste outfit ooit. Gewoon, kijk, stel je draagt hier zwart bij, is het gewoon nog mooi. Of je doet niet het, nou, maar echt, I don't care. Doei. Het was heerlijk. Heerlijk. Heen gerend, een paar keer gelopen ook, maar ik heb helemaal niet zo goed conditie. Bijna een uur getraind, in plaats van een half uur. Ik zat echt er helemaal in. En terug lekker gelopen. En wat Insta stories geplaatst. Ik probeer gewoon als ik mijn camera niet mee heb op Instagram dingen te delen. Zo, helemaal white. Maar ik voel me heerlijk. En nu ga ik naar de winkel en ga ik even leuke dingen voor de movie night halen. Was trouwens mijn waterfles vergeten. Maar dan staat hij dus gewoon hier, hè. Helemaal hoog. Omdat ik dus een nekwarmer heb gepakt. Heb ik dus die fles daar gezet. Ik kan het me niet herinneren. En dat is dus echt mijn geheugen de laatste tijd. Het is niet normaal. Alright, ik ben weer thuis. Ik heb echt heel veel ongezonde dingen gehad. Gelukkig hou ik er zelf helemaal niet van. Maar ik vind bij een movie night, een beetje Amerikaans thema, moet je echt gewoon die typische dingen hebben. Een paar gezonde dingen erbij. Wat framboosjes. Framboosjes, blauwe bessen. Tomaatjes. Komkommer. Ik weet niet of ik nou... Ja, ik denk dat ik de gezonde dingen ook gewoon erbij doe. Banaan. Wortel. En dan is verder alles letterlijk ongezond. Ik heb Choco Crispies. Aardbeienstukjes. Wat je echt altijd van die Amerikaanse planken ziet. Geweldig van de Action. Beefy mini worstjes. Dus ik ben zo blij dat ik niet hiervan hou. Anders zou je echt denken, oh my god, geweldig. Nee, kijk, dit vind ik wel lekker. Dit is hartig. Crispies. Zo had ik ook altijd op de borrelplank in de zaak. En nog wat zoutjes. Maar ik heb geen dipjes of zo. Ik ga gewoon normaal avondeten. En dan is dit zeg maar de movie night plank. Dit zie je ook altijd op die planken. En dit lekker Amerikaans. Daar ga ik een heel mooie... planken maken. Eerst even de keuken opruimen. En ik heb er helemaal zin in. Ik moet wel opschieten dat ik wil als ze thuis komen dat het daar staat. Oh, en deze ook nog. En dan vergeet ik letterlijk het allerbelangrijkste. Mag je raden wat? Wat doe je bij een film? Wat eet je bij een film? Popcorn. Ah! Oh, stom! En die maken ze altijd zelf met mais, dus dat kan ook nog. Look how pretty! En hier is een gat. Dat mag niet bij een borrelplank. Dat is vol liggen. Oh my god, so pretty. Ik had nog die Weathers Original Popcorn. This is amazing. Wat is dit? Dat is niet netjes, hè? Gorgeous. Al zeg ik het zelf. Helemaal lekker. En Rara, wat is er allemaal blijven liggen op de borrelplank? Alle bijzondere dingen. We houden hier thuis eigenlijk allemaal van gezonde dingen. Dus al deze dingen zijn over. Kijk, dit lekkere. Een beetje, dit is yoghurt. Dus Griekse yoghurt, maagyoghurt. Volle yoghurt, maagyoghurt. En dan met muesli en banaan, blauwbessen en frambozen. Ja, en dan ben je ineens ziek. Ik zei gisteren nog tegen haar van, wauw, ik ben echt nooit meer ziek. Iedereen die ziek wordt is echt 3 weken ziek nu. Super vervelend. En gelukkig ben ik niet ziek. En in de avond krijg ik ineens keel waar ik denk, oh no. Ik word wakker, ik ben echt ziek, ik heb het ijskoud. Ik ben gewoon helemaal verrot. Ik ben ook niet mee, ze zijn leuke dingen aan het doen. Maar ik wilde thuis blijven, maar ik zei, ga maar lekker. Ik zit op de bank. That's it. Ik ga nu gember kurkuma thee maken. Deze honing erbij. Dat is echt een hele dure honing. Die gebruik ik nooit, maar hij is er bijna op. En dit. Het wordt ook steeds erger. Ik stond tegenwoordig, sta ik best wel op tijd op. Na 9 uur dan. En dan kunnen we lekker op tijd met de dag beginnen. Toen dacht ik, nou, misschien gaat het wel. Maar nu wordt het echt steeds erger. Oh, hij is echt op. Net een keer heet water. Echt niet. Oh. Maar ik heb ook bizarre spierpijn. Maar ik denk van gisteren. Het lijkt me geen corona in ieder geval. Dat heb ik nu al 3 keer volgens mij gehad. En het lijkt er niet echt op. Ik heb echt geen eetlust. Ik heb eigenlijk altijd zin in eten. Ik hou van eten. Dat is echt wel. We hadden dus wel slijm gemaakt. Dit. Dit. En dit. En dit is een verf. En ik heb dus echt een hele toffe kleur. Het was ons dus gelukt om letterlijk de kleur van mijn nagels te krijgen. Oh, dus ik doe ook deze glitter in. Ik hou niet van glitter. Hoe zien jullie dit? Kijk de match.
Cool, hè? Ik hou niet heel erg van slijm. Eigenlijk. Nou, dat was het weer. Ik ga nu weer lekker op de bank liggen. Met mijn kopje thee. Hallo allemaal. Ik heb in bed gelegen best wel lang. Van 2 tot 6, denk ik, of zo. En ook heel eventjes een soort van weggedut. En dat was wel even fijn. En nu ga ik grapefruit eten. Mijn lievelings eten op aarde als ik ziek ben is pasta met pesto. Zo ziek. Ik ben zo blij met die broek die ik toen bij de Oni heb gekocht. Want die is echt geweldig. Die is zo heerlijk om in te chillen. Ik slaap er nu ook in. Het ene moment zweet ik me helemaal kapot. Het andere moment heb ik het ijskoud. Het andere moment zit tegelijkertijd. Ik hoop echt dat het niet heel lang gaat duren. Want ik heb vrijdag ook de begrafenis. Ik heb verse kippensoep gekregen. Heel misselijk alleen. En de rest gaat nu weg. Ik ga denk ik mijn trui uittrekken. Doei, veel plezier. Ik had zin om heel even iets te doen, dus ik ga eventjes deze la, de spelletjes eruit halen en in de kast beneden leggen. Dat wilde ik nog doen. Dan hebben we hier weer ruimte. We hebben allemaal van die drank. Volgens mij had Christina dat toegedeeld. Dan had ik het toen besteld. Ik doe er alleen niks mee. Dat scheelt weer lekker veel ruimte. Hier liggen allemaal kaarsen volgens mij alleen maar. En deze hadden we ook nog. Kan ik dit tillen? Ik kan dit. Ik kan dit. Zijn jullie van die mensen die dan zeg maar 2 keer koken? Oh. Of die dan een risico nemen en een mega stapel tillen zelfs als je ziek bent? Let me know. Niemand geeft ooit antwoord eigenlijk op deze vraag. Ja, heel soms antwoordt iemand en dat vind ik dan zo leuk. Dus jullie denken misschien dat ik het gewoon vraag om te vragen, maar ik vind het lukt me oprecht. Het is echt heel leuk om dan te horen hoe jullie zijn. I love it. Soms plaatst iemand ook zo'n hele lange comment en dat vind ik dan echt fantastisch. Oh, het stinkt hier helemaal naar dat Monica Geuze roomspray die in de wc beneden staat. Ik ging eigenlijk naar beneden omdat ik nog even mijn Flying Tiger aankoop wilde laten zien. Oké, nu ziet het er zo uit. Ik weet niet eens of het wel allemaal past. Oké, nou dit past prima. Het zijn niet echt alleen hele leuke spelletjes. Ik heb dit nog wat we eigenlijk nooit hebben gebruikt. 2 zelfs. Oh, dit is nog een spelletje. Die is wel leuk van de Hema. Ik kan hier. Ik voel me nu net mijn moeder met spelletjeskast ordenen. Dit is mijn Pokémon album. Bij de kinderboeken. Dit is een beetje de random plank. Oké, ik ben dus ziek. Maar ik ga alsnog hier... Het ligt hier al echt super goed, hè? Zit er nou mijn bril? Ik voel me nu al een beetje oké, trouwens. Ik weet niet hoe dat kan door de koffie misschien. Ik had ook bij de Hema dingetjes gekocht. Kijk, ik had... Het is helemaal vol met papieren. Die hier acht al maanden in zitten, dus... Niet echt handig. Dit had ik dus een tijdje geleden gekocht bij de Hema. Vond ik zo mooi voor een vensterbank boven. Om netjes alles in te organiseren. En toen zag ik dus een matching ding. Dat was al een paar maanden terug. En toen zag ik nu bij de Hema deze. Dacht ik, oh my god, ik wil het hier echt helemaal mooi gaan maken. En dan het bureau zo vet mooi hebben. Dus dat staat nog op de to-do. Op zich gaat het echt de goede kant op. Dat had ik bij de Hema. En dan ook een matching pennenbakje. Dat is toch prachtig. Dat is echt prachtig. En vast verjaardagskaartjes, want ik ben al bijna jarig. Niet 28 april pas, maar oké. Met letters en namen. C en 30. Maar hoe mooi is die match? Helemaal geweldig. Niet echt nodig, maar ik vond het wel leuk. Blauwe sticky notes. Ik wil hier gewoon even zo goals maken. Waarschijnlijk kan je het je nu nog niet voorstellen, maar het gaat me lukken. En dan heb ik dus ook prachtige pennen. Ik ga weer even zo influencerachtig doen. Kijk. Gorgeous. Zo stond het dus ook in de winkel. Toen dacht ik, ik wil het. Ze had ook een roze, maar ik ben voor 2 gegaan. Vond ik gewoon helemaal mooi. En bij de Flying Tiger heb ik dan ook nog pennen gekocht. Deze. Het zijn dingen die je niet echt nodig hebt, maar waar je wel blij van wordt. Zoals heel vaak. Ik moet niet veel praten. Ze zijn toch cute. Het is toch helemaal cute dit. Zet je die dan zeg maar met de pen erboven? Of met... Zijn dit potloden? Hè? Het zijn potloden. Wat? Hoe slijp je dit dan? Wat is dit voor raars?
Oh my god, dat is heel raar. Kijk. Oh, ik zie er echt heerlijk uit. Kijk dit. Het is een punt op een schroef. Duimpje omhoog, omdat ik mezelf vlog met dit zieke gezicht. Nou, helemaal leuk. Ik denk dat je ze dan wel moet bijvullen dat ze ooit wel opgaan, toch? Lijkt me. Ik weet het niet, weet jij het? Dit pappapier vond ik super leuk. En ik zag laatst zo'n filmpje. Oh, hij is open gegaan. Wat zonde. Dat mensen met satéprikkers en marshmallows zo'n ding gingen bouwen. Weet je wel, dat je marshmallow hebt, satéprikker, marshmallow. En toen zag ik dus deze marshmallows waar popcornachtige marshmallows, maar die hebben ook een gaatje erin. Toen dacht ik, oh, dat is toch echt heel leuk om te doen. En deze sokken met Fun Day erop. Ja. En dan nog een spelletje. Weer een drinking game. Dit. Zet hem meteen in de kast. Dit was 1 euro of zo, dus dat vond ik wel handig. Ik had niet per se de kabel nodig. Maar zo'n los blok vind ik altijd heel handig. Oh ja, dit is een onderzet, maar ik dacht dat is echt een perfect likmatje voor Poesie. Ik zoek zo'n likmatje, maar kan ze niet vinden. Dit is ook gewoon zo'n siliconen mat. Kijk, top toch? Deze pen met Fun Day van Flying Tiger, maar die matcht helemaal niet mooi met mijn pennenbakje eigenlijk. Nee. Dit vond ik ook leuk. Het was echt best wel goedkoop en het zijn 50 van die hartjes cocktailprikkers. Voor verjaardag. Dit is altijd handig, van dat kneedgum waarmee je op de muur kan plakken. Hier noemen ze het olifantensnot. Die naam had ik nog niet eerder gehad. Dit vond ik echt heel leuk. Ze hadden dus super veel boekjes. Ik heb ze op Insta-story gezet. Maar ik dacht voor alles, ik heb dit niet nodig in mijn leven. Dat ik best knap vond van mezelf, want het was best wel goedkoop. Tegenwoordig zijn die boekjes best wel gehyped en heel duur. Maar deze vond ik wel echt iets voor mij, kijk. Kijk, dit is wel echt heel leuk. Je krachttraining, je cardio, je hersenen. Hersentraining, koffie, water, ontbijt, lunch, diner, snacks. Things that don't count because I was moving while eating them. Grappig. Dat vind ik echt leuk. Een slaapmasker, want ik ben al mijn maskers kwijt. Ik hoop dat deze lekker comfy is. Ik vind het zo grappig als ik dus comments lees op zo'n forum over mezelf. Dat mensen zeggen dat ik echt als een gekke geld uitgeef. Maar het grappige is, ik kan dus best wel goed met geld omgaan, maar dat zou je dus niet denken. Ik heb altijd geld gehad. Ik heb nooit geldproblemen gehad. Ik heb altijd gewerkt voor mijn eigen geld. Maar ik hou gewoon heel erg van kleine prulletjes. En ik geef niet zo heel erg geld uit aan dure dingen. Ik rijd een crappy auto. Ik hou niet van dure kleding, dure tassen. Ik heb gewoon niet hele dure smaak. Ik reis niet heel veel. Ik hou dus heel erg van dit soort dingen. Het maakt mij gewoon blij. En zo is iedereen natuurlijk anders. Maar ik koop ook niet uit emotie, zeg maar, omdat ik dan verdrietig ben of zo. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik hou er gewoon van. Dus ja. Deze, de taartmes, vond ik ook mooi. Ik heb al vaker zo'n ding gezien, maar die waren ze best duur. Deze was best wel betaalbaar. Dit is een leuk kaartje. Die vond ik heel mooi minimalistic. En dit kaartje is ook heel leuk. Super tof, toch? Ik heb heel veel kaartjes. Ik verzamel echt kaarten als een gek. Maar ze komen uiteindelijk altijd van pas. Oh, en een puntenslijper, want ik had potloden gekocht bij de Action. Zo'n grote doos. Niet laten zien. En dit vond ik wel heel leuk. Ze hadden best wel veel van die milieubewuste producten. Net als herbruikbare oorstokjes. Kijk hoe grappig. Nou, ik gebruik wel oorstokjes. Ik weet dat het niet per se heel goed is, maar ik vind het wel lekker. Moet ik dit nu gaan testen? Dat vind ik best raar. Van siliconen. Gaan we dit doen? Oké. Ik heb alleen nooit oorsmeer. Ik heb echt nooit oorsmeer. Maar het voelt wel lekker eigenlijk. Het voelt wel goed. Is het nasty dat ik dit nu doe? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, dan ga ik hem even wegleggen en straks weer schoonmaken. Je hebt echt mensen die super veel oorsmeer hebben. Ik heb dat niet. Ook niet als ik het lang niet schoonmaak. Dit is volgens mij die lip. Die ik ook op story had gezet. Oh, ik moet echt stoppen met praten. Maar dit vond ik zo leuk. Als je een keer uitgaat en je wil zo'n drankflesje meenemen. Je hebt ze heel vaak. Maar dan vind ik ze niet zo boeiend. En deze vond ik echt wel heel leuk. Kijk. Kan je lekker drankje meesmokkelen. Cute, toch?
Want ik ga echt zo vaak uit natuurlijk. Nat. Nog meer hoor. Ja, ja. You are my best friend. You deserve an awesome present. Super leuk ook. En dit hele mooie notitieboekje. Ik mag van mezelf nooit te veel notitieboekjes kopen. Maar deze vond ik wel heel mooi. Dus die gaat bij mijn verzameling notitieboekjes die ik nog heb om in te schrijven. Dan heb ik nog wat leuke dingen, want we gaan ook binnenkort op wintersport. En dan is ook de dochter van Rick en Klinner. Zij is 3 volgens mij. En dacht ik, dit is super leuk om hier een beetje mee te klooien. Ik vind het zelf stiekem ook gewoon heel leuk. Hier kan je dus allemaal van die random dingen beplakken. Kijk. Is toch hilarisch. Krijg je dus allemaal stickers. En die kan je bijvoorbeeld op een sinaasappel plakken. Ja, ik vind dat echt geweldig. En nog een kleurboek. Het ligt dus hier wel goed, hè? Met gewoon simpele kleurplaat vind ik heerlijk ook. Vind ik veel leuker dan zo'n volwassen kleurboek. Want die, daar moet je heel veel geduld voor hebben. En nog een stickerboek, maar dan met dieren. Die vond ik eigenlijk misschien nog wel leuker. Kijk hoe cute. En dan weer allemaal stickers. Dat is toch geweldig. Oh, ze hadden zoveel leuke dingen. Dan heb ik 2 wel van die planner dingen gekocht. Wat ik zeg, ze hadden extreem veel. Ik heb deze. Een monthly planner. Ik gebruik dus niet heel veel van die planboekjes. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk. En ik wil het wel altijd graag doen. Ik denk, misschien ga ik het gebruiken. En ja, het is natuurlijk gewoon voor altijd houdbaar, zo'n boek. Dus al gebruik ik het pas over een tijdje. En een bullet journal heb ik ook nog nooit gebruikt. Maar soms heb ik wel behoefte aan zo'n boek die gewoon leeg is en waar je lekker in kan kliederen. En deze vond ik zo prachtig. Aangezien ik nu natuurlijk geen baan heb en nog niet weet wat ik verder ga doen. Weet ik zeker dat er straks als ik een beetje uitgerust ben, weer zo'n moment komt dat ik allemaal ideeën krijg. Wat ik ook met de zaak en dan schrijf ik van me af alle ideeën en dan is dit fantastisch. Dus dit is gewoon letterlijk een boek met alleen maar van die stippen erin. Dus ik ben heel benieuwd wat ik daarmee ga doen. En dan was dit het. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga hem ook lekker afsluiten. Doe even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En laat vooral een reactie achter. Met een duimpje help je me natuurlijk. Maar de reacties vind ik het allerleukste. Ik lees het echt. Ik refresh continu. Ik vind het zo leuk om reacties te lezen. Dus dankjewel daarvoor. Bedankt voor het kijken. En tot bij de volgende. Doei. Ik wil eigenlijk zo'n einde hebben. Dus van... Doei. Ja, zullen we dat doen? Oké. Doei.